In ús dierentuin zoggen we alle weken bij Aquazoo in Ljouwert. Het park wil dit jaar weer vol meidraaien en de leukste attractie van het noorden worden. In deze aflevering krijgt de zeeleeuw in haar eerste training. Had Fred Vogelaar wel een behoorlijke uitdaging nog bij het nieuwe ijsberenverblijf. Maar ja, je ziet wel wat het voor een troosteloze bende is nu. En komen er nog twee jonge zeeleeuwen aan in Duitsland. Maar nog net zo heel lang lien binnen zeeleeuwen Titus en Xico ek ook aankomen in Aquazoo. Goed. Oké. En het wordt nou tijd voor de eerste training. Hallo! Kom maar! Kom maar! Ja, al het begin is natuurlijk eventjes wennen. Wij zijn al een keer bij ze wezen kijken in de vorige tuin waar ze vandaan komen. En daar hebben we al gezien hoe ze in een vertrouwde omgeving zijn. Wat voor tekens er aan de dieren worden gegeven, zodat ze hun gedragingen kunnen laten zien, zoals de mond open doen of prullen. Okay. Dus daar hebben we al natuurlijk van geleerd. Okay. Plat. En nu is het echt kijken van wat kunnen we al aan ze vragen en wat nog niet. En zo. Die dan? Ook niet? Titus. Want we moeten natuurlijk wel daar ook echt de tijd voor nemen. Dat we niet te veel druk op ze leggen. Plaats. Okay. Mooi. Goed zo. Hey, Xico, kom maar. Xico, kom maar, jongen. Als jij uiteindelijk een dier door en door kent, dan leer je ze echt wel goed lezen. Maar nu moeten we echt nog een beetje gaan kijken wat zij voor gedrag vertonen en hoe wij daar het beste ook op in kunnen spelen. Kom maar, Xico. Kom maar, jongen. Oh. Kom maar. Titus, water. Je moet echt een band opbouwen met de dieren. En dat doen we door middel van ze toch naar ons toe vragen. Nou, je zag al, Titus die kan dat heel goed. Die is ook wat vaker verhuisd in zijn leven. En Xico die vindt het allemaal heel erg spannend. Kom maar, Xico. Kom maar. Kom, vent. Goed zo. Juist. Dus we zijn al lang blij dat hij al echt naar ons toe komt. Ja, heel goed. Supergoed. Open. Het zeeleeuwen spetterspektakel gaan we tonen. En de precieze inhoud, dat is natuurlijk een beetje een verrassing. Dat is afwachten. Ze moeten natuurlijk het grote bad waar ze zo dadelijk uiteindelijk natuurlijk inkomen, moeten ze ook nog helemaal leren kennen. Dus het is allemaal nieuw voor ze. Dit is Fred Vogelaars. Hij is projectmanager bij Libema en komt alle mandjes uit het zuiden van het land naar Aquazoo om alle verbouwingen te managen. Maar mocht het dan beton zijn, ja, gaten moet die erin gaten erin prikken zodat hij leeg kan en dan gewoon vullen. Ja. En wat was dit? Dit was het oude carnivorenverblijf. Er zat een ocelot en nog wat van die losse kleine lage diersoortjes. Het is het ideale terrein om hier een ijsbeerfamilie te gaan huisvesten. Man en vrouw. Hopelijk wordt het een familie. Maar ja, je ziet wel wat het voor een troosteloze bende is nu. En dit wordt straks allemaal gladgeschoven en dan gaan we het weer van het schrappen van opbouwen. Dus dan krijg je dat al die plassen, dat zijn nu betonbakken, die moeten we dan doorstoten zodat er water ook weg kan. Opvullen met grond, zand. En dan komt hier allemaal hoog hekwerk omheen. En dat is wel heel vervelend. Ja, een ijsbeer is toch een gevaarlijk dier. Dus je krijgt hekwerk van 5 meter hoog. Maar ja, je moet rekening houden met van alles. Hè. Het water moet gestroomd zijn, want anders wordt het op een gegeven moment natuurlijk een groene smurrie. Dat kan niet, dus er moet stroming in het water zitten. Er komen 2 plassen. Een ijsbeer moet kunnen zwemmen. Ja. Dus die heeft erg veel behoefte aan water. Dus in elk verblijf, er komen 2 verblijven. Ja. En in elk verblijf komt een waterplas. En die 2 verblijven zijn gescheiden van elkaar. Mm-hmm. Maar in feite zit daar een grote sluis tussen van 1,40 meter breed en 1 meter hoog. Daar zitten schuiven in, ja. Zodat de ijsberen, als we dat willen, bij elkaar kunnen.
En er zitten twee verbindingen naar de verblijven toe. Bij dieren willen ze graag altijd een rondgang. Hè? Dat als ze achter elkaar gaan jagen, dat ze niet in een hoek gedreven worden, maar dat ze dus ook weg kunnen, dat ze dus rond kunnen. Er is een strak schema, want ijsbeer maakt net het hele jaar troffen vieren. Het transport mag niet in juli en augustus. Dat is te warm. Ja. Maar ja, tot en met juni mag het wel. Alleen als je dan net een hele hittegolf hebt in juni, dan hebben we wel een probleem. Want dan kunnen we de ijsbeer niet vervoeren, dan mag het niet. Oh, ja. Of we moeten iets gaan verzinnen met een koelwagen of zo. Maar anders is het gewoon te warm voor die dieren. Maar u moet dus wel voor juni klaar zijn? Voor juli. Oh, juli? Juli. Ja, de hele maand juni mag het. Ja, dan mag het transport wel, maar dan moet je toch een beetje kijken naar hoe is het nu met het weer. Want als het echt heel heet is, ja, ik zeg wel, dan moeten we misschien iets anders verzinnen. Maar u bent er niet zo bang voor, hè, dat u de deadline niet haalt? Nee, zolang als het nog niet zover is, ben ik er niet bang voor. Nee, ik heb nou zoiets van, joh, als iedereen gewoon zijn best doet en meehelpt. In een paar dagen tijd kun je heel veel doen, hè. Hallo. Wil je je eigen naam weten? Ik ga het bord even omdraaien. Wat is het eigenlijk voor vogel? Afrikaanse marabou. Een wat? Een Afrikaanse marabou. Ah. Maar heb je dierenkunde gestudeerd? Nee. Wat dan? Ik ben nog 8. Je bent nog 8? Ja. Je hebt nog geen universiteit gehad? Nee. En wat vind je het leukste dier wat je hier gezien hebt? De schildpad. Schildpad? Wat vind je leuk aan een schildpad? Nou, ze gaan heel slow. En ik vind hun schild heel mooi. En dan zit er een Ian weer een auto voor het door. En als we het ziel omheeg doggen, dan zitten er 12 van deze jongens. Nou, wij krijgen 2 jonge zeeleeuwen uit Nuremberg. Ze zijn in 2015 geboren. En zij mogen straks intrek gaan nemen in het grote zeeleeuwenverblijf. Maar ze gaan nu eerst even in een kleiner afgesloten stukje. Zodat ze goed kunnen wennen ook aan ons, voordat wij ze in het 1,5 hectare grote bad loslaten. En dan giet het look hier op mijn vader eerste zeeleeuw. Even snuffelen hier. En dan toch maar naar Boetenta. De zeeleeuw giet om en om het verblijf in, dus deze maar er eerst in. Ik wil met haar. Weer een kampje. Oké, wat is hier? En nou is Jen dat die jonge twarre zeeleeuw direct bij wil. Pietje gezelschap is wel lekker, maar dit was eigenlijk net de bedoeling. Ja hoor. Ja, goed zo. Dat is goed, mijn de zeeleeuwkes hadden even een poolparty. En elke nien is invited. Nou ja, behalve reigers vanzelf. Zocht naar je wieken wen naar uw dierentuin.
Wat dank je het zeehoen Pipito bij de groep orenzeehoenen in het Grutteverbleeuw en testen ze het naar je stroon uit. Er komen de twaalf naar je giftige roggen aan. Dat was geen prik van kraaien. Sjoch, komen de snij weer op het jaloeren naar uw dierentuin.